Thomas, dat kot staat hier in brand. Ja, ja, dat weet ik niet. En wat doen die brandweermannen hier? Blussen. Ja, blussen. Ja, maar kijk hier eens buiten. Evacueren, hè, mannen. Tom. Evacueren, hè, hier. Moeten wij met een DM mee, Tom? Ze biedt, moeten we weer mee. Ja, ja. Als je dit komt, dan zet ik dan de slag. Oké. Bruno, wat doe je? Dat is een cabineke, er zit ook een in. En die pak ze mee naar onder. Robin! Hey Tom, ja? Ik kom naar halen, hè? Ik wacht onder op jou. Ja, omdat jij te zwaar zit of ik zit te zwaar. Wacht. Eén van de twee. Ja. Zal ik alleen moeten gaan? Robin, jij bent weg, man. Ja. Waar ga ik in? Ben voorzichtig, hè, makker. Ja, dat gaat lukken. Ga onder. Ja, is goed, Jan. Sorry, hè. Ik wacht op je, Tom. Oké. Okay. Tom. Oké. Okay. Hé, hey man, dat is hoog, hè. En jij bent cabinepersoneel? Ja, ik ben Ruben. En wat doe jij? Jij zorgt ervoor dat de mensen veilig in dit cabine komen. Ik ga ervoor zorgen dat wij op de juiste plaats komen. Ja. En dat wij de mensen zo goed mogelijk kunnen redden. Ja, want wij komen eigenlijk door boven van dat gebouw uit, hè? Ja, klopt. Daar. Daar. Wow. Dus, die chauffeur daar, dat is de enigste die zijn kraan mag bedienen? Ja, dat is de chauffeur van de wagen, van de camion zelf. Ja. Die ga ook de ladder bedienen. Ja, oké. Okay. Hij alleen. Oké, okay, super. En jullie hebben altijd een team buiten en een team binnen? Ja, klopt. Ruben, ik ga met een auto halen, hè. Kom, lukt het? We zitten hier nu in een brandweerladderwagen, bakske. En deze gast hier die brengt mij hier op een veilige manier naar beneden. Voilà. Ja. Oh. Hey Tom, als ik hier. Je kan jou helpen, hè? Ja. Ze kent er alles van, hè? Ik ben er ook mee. Ah. Altijd vasthouden, mannen. Ja, ze is soms ook al brut, hè? Ja, merci mannen. Zeg, wat zijn jullie eigenlijk aan het doen? Ja, hier. Wel, er is rookontwikkeling. Ja, wij komen dan door. Dat hadden we al door, dat rookontwikkeling was. Het is wel duidelijk, de mensen aan het evacueren. Ja. En de steen maar, ook maar geven jullie taak, van, jullie taak, je staat hier met 300. En dan nog de machinist. Direct. Daar ook nog een. Ja. En jullie taak hier, wij zijn slachtoffers opvangen. Wij observeren en wij helpen de mensen uit. Observeren. Dat kunnen wij ook. Ja. Tom, dat kunnen we ook. Dat is gelijk bij de gemeente.